Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 4, waarin we fundamenten, ook wel hypothese genoemd, gaan leggen. Te beginnen met aardbevingen en Bob de Postbode. Zo werkt de wetenschap meestal. Men gebruikt een hypothese als fundament voor een nog op te bouwen theorie. Eerst wordt een basisidee voorgesteld en dan test men of de voorspellingen ervan kloppen en overeenkomen met de werkelijkheid. We zullen dit de hypothetische methode noemen en eerst haar verdiensten en valkuilen in ogen nemen voordat we de godhypothese introduceren. Dit begint met de vooronderstelling dat God bestaat en gaat verder met het onderzoeken waar die aanname ons brengt als we het waarom en waartoe met betrekking tot de kosmos, het leven en onszelf proberen te beantwoorden. We zullen dit idee. In de rest van dit boek verder uitwerken. Nieuwe woorden. Syllogisme. Een argument dat een conclusie trekt uit twee verschillende eerste aannames die eenzelfde term bezigen. Bijvoorbeeld: Alle vogels hebben vleugels. Alle struisvogels zijn vogels. Dus hebben alle struisvogels vleugels. Een foutief syllogisme is er een waarvan de conclusie niet klopt, omdat deze ergens in de aannames verborgen zit. Teleologisch, betrekking hebbend op doel of ontwerp. Design, vooraf bedacht of bestemd met een doel. Paleontologie, de studie van fossielen. Magisterium, domein. Gebied of gezagsgebied. Hoofdstuk 4 Betonstorten. Wij vormen onze gebouwen, daarna vormen zij ons. Winston Churchill in Time, 12 september 1960. Aardbevingen komen niet veel voor waar ik woon. En ik weet niet hoe het mij zou vergaan als we er eentje zouden krijgen. Maar één ding weet ik zeker. Mijn auto zou veilig zijn. Ik ben de enige in heel South Hertfordshire... met een garage die bestand is tegen aardbevingen. Toen wij onze intrek namen in ons huidige huis... lieten we een aanbouw met garage bijbouwen. De bouwvakkers groeven de fundamenten exact uit... tot de voorgeschreven diepte van 1,3 meter... En nodigden toen, weer volgens voorschrift, de plaatselijke bouwinspecteur uit. om een kijkje te komen nemen voordat ze het beton zouden storten. De inspecteur was niet tevreden. Hij begon wat te mopperen over boomwortels en oude verzakkingen. waarna hij de bouwvakkers opdroeg. om verder te graven tot twee meter diep. Twee meter? stamelde de aannemer. Het is maar een garage met één verdieping. En een plat dak. De inspecteur dacht even na. Misschien is het toch beter om er drie meter van te maken, zei hij enthousiast. Onze fundamenten liggen dus dieper dan de garage hoog is, zoals ik al zei, bestand tegen aardbevingen. Ik denk niet dat we ooit zullen weten of die extreme voorzorgsmaatregelen nodig waren, tenzij we toch een keer een aardbeving krijgen. Wat we natuurlijk wel weten, is dat fundamenten belangrijk zijn, ongeacht wat je bouwt. Maar dat is natuurlijk niets nieuws. 2000 jaar geleden eindigde Jezus Christus zijn beroemde bergrede met een waarschuwende gelijkenis over fundamenten. Een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden, en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort, en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen tegen dat huis, en het viel in. En zijn val was groot. Misschien had de inspecteur een punt. Een gebouw, zelfs een eenvoudige garage, is zo sterk als zijn fundamenten. En dat brengt ons terug bij het onderwerp hypothesen. Fundamenten. Wat is een hypothese? Een hypothese is een fundament, iets stevigs waar je op bouwen kunt. Jammer genoeg blijken maar weinig mensen dat te weten. Zij denken dat een hypothese als een zwevende vlieger is. Een gebrekkige, zwevende constructie. Een vaag idee dat tegen het gezonde verstand ingaat en geen poot heeft om op te staan. Vliegers hebben natuurlijk geen poten, maar ik houd er gewoon van om metaforen door elkaar heen te gebruiken. Ze voegen het geringschattende voorvoegsel slechts toe. Om het betreffende idee af te kunnen serveren als slechts een hypothese, iets wat je rustig kunt negeren. Maar in werkelijkheid is een hypothese precies het tegenovergestelde van dit alles. Het woord komt van het Griekse hypo, dat onder betekent, en thesis, dat stellen of plaatsen betekent, en het verwijst naar iets dat als een fundament ergens onder geplaatst is. Meestal zijn fundamenten niet zwak, maar overleven zij juist vaak de gebouwen die ze ondersteunen? Vraag het maar aan mijn aannemer, of aan welke archeoloog ook. Veel van wat we weten over antieke beschavingen is onthuld door de fundamenten van steden en nederzettingen. Fundamenten die, nadat de gebouwen die zij droegen reeds lang tevoren tot stof zijn vergaan, bleven bestaan. Als we hypothesen zo bekijken, spelen zij een sleutelrol in onze levens en hebben zij een unieke plaats in de wetenschap. Wat een van de redenen is waarom ik zoveel tijd aan de snaartheorie heb besteed. In tegenstelling tot de algemene relativiteitstheorie en de kwantummechanica, is de snaartheorie op het moment dat ik dit schrijf, nog een hypothese. Een grondgedachte die alle ideeën over het universum belooft te verenigen, maar die zich op veel belangrijke punten nog niet bewezen heeft. Maar alle wetenschap begint zo. Wetenschappelijke theorieën komen zelden, kant en klaar, uit de hemel vallen. Hoe hypothesen ontstaan. Hypothesen zijn ideeën of inzichten die ons niet alleen aansporen tot verder onderzoek maar die ons ook de redenen daartoe geven. Ze ontstaan door onze waarnemingen van de wereld om ons heen. We worden nieuwsgierig en bepaalde ervaringen beginnen ons op te vallen, en soms noteren we ze zelfs. We vragen ons dingen af als hoe kwam dat daar terecht? Of waarom gebeurt dit altijd? En door die vragen ontstaat natuurlijk de behoefte aan antwoorden en verklaringen. Een hypothese is onze eerste poging om onze waarnemingen verstandelijk te verklaren. In ieder van ons schuilt een wetenschapper, of we het nu beseffen of niet. We bedenken vaak meer dan één hypothese om iets te verklaren. Als er bijvoorbeeld bij mij thuis om 11 uur 's ochtends nog geen post is bezorgd, kan dat zijn omdat 1 de postbode zich verslapen heeft, 2 er geen post voor me was, of drie, er een staking bij het postbedrijf is waar ik niets van wist. Normaal gesproken zou ik het daarbij laten en verder gaan met mijn plannen voor die dag. Maar als ik een flinke check verwacht, of bezig ben met een proefschrift over de postverspreiding, zou ik een goede reden hebben om dit verder te onderzoeken. Dan zou ik de verschillende hypothesen gaan testen. Om erachter te komen wat er werkelijk aan de hand is. Hoe voeren we dergelijke testen uit? Door experimenten uit te voeren, door bewuste handelingen of waarnemingen te verrichten, met als doel elke hypothese te bevestigen of te ontkrachten. In het voorbeeld van de vermiste post zou ik mijn buren kunnen vragen of zij al post hebben gekregen. Als dat zo is zodat de hypothese 1 en 3 ontkrachten en hypothese 2 bevestigen. Als tweede experiment zou ik naar het plaatselijke sorteercentrum kunnen bellen om te vragen of Bob, onze plaatselijke pasbode, die dag wel op zijn werk verschenen was, waardoor hypothese 1 bevestigd of ontkracht zou worden, enzovoort. Zulke dagelijkse ervaringen en experimenten. Gaan vaak ongemerkt voorbij, maar zij verschillen niet veel van een wetenschappelijke hypothese, met dien verstanden dat het bij de laatstgenoemde wat formeler wordt. Een wetenschappelijke hypothese is haar naam alleen waard als zij leidt tot voorspellingen die getest kunnen worden, als er effecten optreden die we kunnen zoeken en meten tijdens speciaal ontworpen experimenten. Een positief resultaat zal de hypothese helpen bevestigen, terwijl een negatief resultaat haar zal weerleggen. Hoewel de kwestie nooit aan de hand van slechts een enkel resultaat mag worden afgedaan. En in sommige gevallen is het experiment al eens uitgevoerd, hoewel men zich op dat moment niet bewust was van het belang ervan voor het betreffende onderzoek. Dat wil zeggen, de hypothese kan iets voorspellen wat we al weten, maar waar tot op heden nog geen verklaring voor gevonden was. Of wat verkeerd geïnterpreteerd werd of gewoon over het hoofd was gezien. In dit geval wordt de hypothese betrouwbaarder door haar overeenkomst met al bekende feiten of waarnemingen. Er is dus toch nog goed nieuws voor de SNA-theorie. Zij komt prachtig overeen met wat al bekend is over elementaire deeltjes. Het slechte nieuws is dat de theorie maar moeilijk boven de hypothetische status kan uitstijgen, omdat zij nog geen unieke voorspellingen heeft gedaan. Dingen die op geen enkele wijze verklaard kunnen worden door een andere hypothese of theorie. Dit is min of meer hoe de wetenschap normaal gesproken te werk gaat. Er zit een volgorde in. Te weten, waarneming, hypothese, voorspelling, testen. Door reeds aanwezige kennis of een nieuw experiment, en via de voorspelling of de voorspellingen komen we dan tot bevestiging, aanpassing of weerlegging van de hypothese. Ik noem deze wijze van kennisvermeerderen de hypothetische benadering. Maar omdat wetenschap een menselijke bezigheid is, opereert zij niet altijd binnen de haar gestelde grenzen. En het komt dus wel eens voor. Dat zij het hypothetische proces ontstijgt op vleugelen van pure inspiratie. Of dat zij onze visie op de wereld veranderen door flitsen van licht tussen aanhalingstekens die uit het niets lijken te komen. Toch zou zonder het hypothetische proces de wetenschap zoals we haar kennen vrijwel niet kunnen bestaan. De keerzijde van hypothesen het werken met hypothesen is niet zonder risico. Het meest voor de hand liggende risico is dat ik te graag wil bewijzen dat mijn hypothese beter is dan die van u. We gaan even naar het strand. Stel dat ik een hypothese bedenk die stelt dat de meeste kiezelstenen op dit strand hier terechtgekomen zijn door erosie van de rotsen aan het andere eind van de riviermonding. Als ik gelijk heb. Zullen de stenen eerder zwart zijn dan grijs? Ik neem mij voor om een aantal willekeurige stenen op te rapen en te kijken hoeveel zwarte er tussen zitten. Maar ondanks mijn oprechte verlangen om onbevooroordeeld te zijn, zal ik zo goed als zeker een voorkeur hebben voor de zwarte stenen, waardoor ik mijn eigen hypothese aan het bewijzen ben. Met andere woorden, we zijn geneigd het bewijsmateriaal te selecteren. Dat onze hypothesen ondersteunt, terwijl we de feiten die ze onderuit halen, negeren. Daarom worden nieuwe medicijnen altijd dubbelblind getest. De patiënt en de arts weten beiden niet of het echte medicijn of een placebo wordt toegediend. Een tweede gevaar bij hypothesen is wat subtieler. Omdat de hypothese een grondaanname is, bestaat het gevaar. Dat we in een cirkelredenering terechtkomen en eindigen waar we begonnen waren. Als ik bijvoorbeeld begin met de vooronderstelling, de hypothese, dat er een God bestaat die alles geschapen heeft, kan ik vervolgens niet het bestaan van het universum gebruiken als een argument voor het bestaan van God. Met andere woorden, de volgende redenering is ongeldig. 1. Er bestaat een God die het universum heeft geschapen. 2. Het universum bestaat. 3. Het universum moet dus een schepper gehad hebben. Een God die het universum geschapen heeft. In een geldig syllogisme zouden de hypothesen 1 en 2 leiden tot een conclusie 3 die niet vervat zit in 1 of 2. Maar in dit voorbeeld. Leiden we uiteindelijk af wat we in de eerste plaats hadden aangenomen. Het interessante is echter dat als we de hypothetische methode even vergeten en stelling 1 weglaten, de denkfout verdwijnt en we komen tot wat in essentie het traditionele kosmologische argument is voor het bestaan van God. Dat het bestaan van de kosmos gebruikt als noodzaak voor een eerste oorzaak. Toch zullen we zien dat de hypothetische benadering, ondanks de mogelijke valkuilen, ook duidelijke voordelen heeft. Nog een voorbeeld van een cirkelredenering is het idee dat sommige atheïsten promoten dat de wetenschap het bestaan van God weerlegt. Die stelling is gebaseerd op de bewering dat de wetenschap geen bewijs levert voor het bestaan van bovennatuurlijke krachten of fenomenen. Dat klinkt aanvaardbaar tot je er dieper op ingaat. In de vorm van een syllogisme klinkt het als volgt: 1. De wetenschap bestudeert het materiële universum. 2. De wetenschap levert geen bewijs voor het bestaan van metafysische, dat zijn immateriële of bovenzinnelijke, entiteiten. 3. Dus. Metafysische entiteiten, zoals God, bestaan niet. Opnieuw zien we hier het misverstand. In punt 1 wordt wetenschap gedefinieerd als de studie van de fysieke of materiële wereld. Deze stelling sluit dus per definitie uit dat de wetenschap aandacht besteedt aan metafysische oorzaken of gebeurtenissen. De stelling is dan. Dat het zwijgen van de wetenschap over metafysische werkelijkheden betekent dat die werkelijkheden niet bestaan. Als we volgens diezelfde logica vogels definiëren als gevleugelde wezens die vliegen, bestaat er niet zoiets als een struisvogel. Het is duidelijk wie zijn kop in het zand steekt. De juiste conclusie is natuurlijk niet dat struisvogels mythische wezens zijn, maar dat ze. Volgens de bovengenoemde definitie van vogel, geen vogels zijn. Op gelijke wijze kunnen we stellen dat, als we de wetenschap definiëren als de studie van het materiële universum, de wetenschap dus geen uitspraken kan doen over een metafysische entiteit zoals God. Als men de rijkwijde en bevoegdheid van de wetenschap bewust beperkt tot de materiële wereld, zegt het feit dat de wetenschap al dus gedefinieerd, ons niets vertelt over God, niets over zijn bestaan of niet bestaan, wat de meeste wetenschappers ook erkennen. Een hieraan gerelateerd, maar heel ander gevaar is de verborgen hypothese, waarbij een normaal gesproken ongeldig argument ondersteund en versterkt wordt door een niet genoemde aanname. Door dit trucje kan men een onzinnig syllogisme. In krachtige propaganda veranderen. Zoals het volgende voorbeeld laat zien: 1. En dit is dan de verborgen hypothese: wat niet ervaren kan worden door onze natuurlijke zintuigen, heeft geen zelfstandig bestaan in de objectieve werkelijkheid. 2. Wetenschap is het gebruik van onze natuurlijke zintuigen bij het bestuderen van de objectieve werkelijkheid. 3. De wetenschap levert geen bewijs voor het bestaan van niet-natuurlijke metafysische oorzaken of entiteiten. 4. Dus, metafysische entiteiten, zoals God, bezitten, tussen aanhalingstekens, geen objectieve werkelijkheid. De verborgen hypothese, nummer 1, wordt stilzwijgend opgenomen. In de definitie van wetenschap in punt 2, waardoor wetenschap niet langer enkel de studie is van het natuurlijk fysiek materieel universum, zoals in het eerste voorbeeld, maar verandert in een studie van de werkelijkheid tussen aanhalingstekens, die zichzelf als de enige werkelijkheid tegenover de onwerkelijkheid tussen aanhalingstekens stelt. Als we dat geloven komen we onvermijdelijk tot de conclusie dat wetenschap de enige manier is om echte kennis te vergaren of de juiste, tussen aanhalingstekens, waarheid vast te stellen. Dit idee, dat stellingen pas waardevol en niet tautologisch zijn, als zij geverifieerd kunnen worden door zintuiglijke waarneming, is eigenlijk een oude filosofische theorie die bekend staat als het logisch positivisme. Deze theorie beweert dat wat niet geverifieerd kan worden door de wetenschap niet bestaat, en suggereert dat door de studie van het materiële universum de wetenschap zich al bezighoudt met de hele werkelijkheid, en dat er verder geen kennis meer beschikbaar is waar zij zich naar uit zou kunnen strekken. Het logisch positivisme was populair in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en werd bekend door het boek Language. Truth and Logic, geschreven in 1936 van Alfred J. Ayer. Maar Ayer zelf verklaarde 50 jaar later: Het logisch positivisme is jaren geleden al gestorven. Ik denk niet dat veel van Language, Truth and Logic waar is. Het bas van de fouten. Toch zien veel filosofen in het nieuwe atheïsme, tussen aanhalingstekens, van schrijvers als Dawkins, Dennet, Harris, Stenger en Wolpert, een herleving van deze afgeschreven theorie. En zij maken zich daar grote zorgen over. De Godhypothese: Wat nu als we de hypothetische benadering gebruiken terwijl we de risico's ervan vermijden? En de methodologie van de wetenschap toepassen op het begrip God. Een schokkend voorstel? Helemaal niet. De theologie was eens de koning van alle wetenschappen, in een tijd waarin wetenschap nog de oorspronkelijke betekenis van kennis had, en lang voordat de moderne wetenschap geboren werd. Als de theologie hypothesen gebruikt is dat geen kwestie van het lenen van het jasje van de wetenschap, maar juist van het terugvorderen van het aan haar uitgeleende jasje. Niets houdt ons tegen om in de voetsporen van de snaarteorie en de wetenschap in het algemeen te treden en de godhypothese naar voren te schuiven, die uitgaat van het bestaan van God, en te kijken waar die hypothese toe leidt. Als we de hypothetische benadering gebruiken, wijken we natuurlijk af van de methode van de historische theologie. Van her hebben theologen telkens weer geprobeerd om met verschillende argumenten het bestaan van God te bewijzen. Eén daarvan, het ontologisch argument, hebben we kort besproken in hoofdstuk 1. Maar er zijn meer argumenten die rechtstreeks vanuit de menselijke ervaring... Het bestaan van God willen bewijzen. Het cosmologisch argument van Thomas van Aquino is ook zo'n bewijs tussen aanhalingstekens. Eenvoudig gezegd stelt dit argument dat het universum een eerste oorzaak moet hebben, omdat elk gevolg een oorzaak heeft. Anders zouden oorzaak en gevolg in een oneindige regressie terechtkomen. En dat is net zoals de schildparentoren. Tussen aanhalingstekens, onmogelijk. Nog nooit van de schildparentoor gehoord? Dan hebt u nooit het heelal, verleden en toekomst van ruimte en tijd, van Stephen Hawking gelezen. Dan is er een voetnoot. Dit is de Nederlandse vertaling van A Brief History of Time, from the Big Bang to Black Holes. Einde voetnoot. Dat boek van Stephen Hawking is een boek waar mensen vaak aan beginnen, maar dat zij zelden uitlezen. U komt de schildpadden echter al op de eerste pagina tegen, dus u hoeft het niet eens uit te lezen. Hawking vertelt daar het verhaal van een oud vrouwtje dat tijdens een lezing over astronomie en het zonnestelsel de spreker uitdaagt Wat u ons daar vertelt is allemaal onzin. De wereld is in werkelijkheid een platte schijf die op de rug van een reusachtige schildpad ligt. En waar staat die schildpad dan op? vroeg de spreker met een triomfantelijke glimlach. Waarop zij zei: Op de rug van een andere schildpad. Maar de spreker hield vol. En waar staat die schildpad dan weer op? Daarop zei het oude vrouwtje honend: De stapel schildpadden gaat door tot op de bodem. Of het nu waar is of niet, het verhaal is of denigrerend voor oude vrouwtjes, of een eerbetoon aan hun wijsheid. Want wie zegt ons of ze het kosmologisch bewijs en de bedriegelijkheid van oneindige regressie op die manier niet zinnebeeldig heeft willen voorstellen? Maar u moet wel beseffen dat sommige atheïsten ook van schildparen lijken te houden. Victor Stenger bijvoorbeeld. Meer over hem in hoofdstuk 5, zegt: Als het universum dan toch een oorzaak heeft, waarom zou dat dan niet een natuurlijke oorzaak kunnen zijn? Hij lijkt te denken dat het mogelijk is, maar dan zou hij ook verplicht zijn om de natuurlijke oorzaak van de oorzaak uit te leggen, en de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak, en zo verder tot in het oneindige. Niet alleen oude vrouwtjes denken dat zulke ideeën goede verklaringen kunnen zijn. Een derde filosofisch argument voor het bestaan van God is het teleologisch argument of het design, het ontwerpargument. Het universum lijkt de vrucht te zijn van een ontwerp dat doelgericht is, en dat wordt steeds duidelijker naarmate de wetenschap vordert, want zij toont aan. Dat de innerlijke werkingen van het universum in wezen rationeel zijn. Wie had bijvoorbeeld voor 1953, toen James Watson en Francis Crick de structuur van DNA hadden ontdekt, ooit kunnen denken dat de informatie van het leven zelf in elegante genetische taal met een alfabet van maar vier letters op grote moleculen geschreven is? En letters en geschreven staan hier tussen aanhalingstekens. Nog een ander argument voor het bestaan van God is het morele argument dat het bestaan van de menselijke moraal herleidt tot een transcendente morele bron. Maar hoewel deze drie filosofische argumenten geldig blijven, hebben ze toch een aantal nadelen. Zelfs als die argumenten ons kunnen overtuigen, stuiten we op het probleem dat we uiteindelijk blijven zitten met een God. Die alleen nog maar van praktisch nut is voor ons, een God, wiens aard beperkt blijft tot een aantal basale universele kenmerken. Dan is hij nog wel de oeroorzaak, de kosmische ontwerper en de bron van alle zedelijkheid, maar dat is dan misschien alles wat hij is. De Godhypothese geeft ons echter veel meer vrijheid om de aard van God te onderzoeken, omdat we kunnen kiezen uit verschillende vooronderstellingen over de kenmerken van God, om ze vervolgens te kijken waar die vooronderstellingen of veronderstellingen toe leiden. Een tweede voordeel is dat, ongeacht hoe eenvoudig de hypothese ook is waar we mee beginnen, we erop voor kunnen bouwen terwijl we onderzoek doen. Net zoals ook de wetenschap stap voor stap een hypothese ontwikkelt tot een algemeen aanvaarde en bewezen natuurwet. Bij de filosofische benadering is God het eindpunt van onze overwegingen. Bij de hypothetische benadering is Hij het beginpunt. Er is niets tegen in te brengen. Bijna iedereen, of men nu christen is of atheïst, heeft het over de Godhypothese. Dus denken ze blijkbaar allemaal dat zij de moeite van het bestuderen waard is. Er is een atheïst, Victor Stenger. Die eens een boek schreef met de titel God een onhoudbare hypothese, hoe de wetenschap bewijst dat God niet bestaat. Wel, hij zou natuurlijk nooit een boek hebben geschreven over een concept dat geen enkele betekenis heeft. Ofwel, de auteur moet het tenminste op één punt met me eens zijn, namelijk dat geen enkele hypothese als gefaald bestempeld kan worden. Als deze niet eerst beschreven en getest is. Laten we er dus gewoon even van uitgaan dat het toetsen van de godhypothese op zijn minst een rationele benadering is. Het probleem is echter dat bijna iedereen een andere betekenis aan deze term geeft. U kent vast Humpty Dumpty nog wel, die kei in terminologie uit Ellers in Spiegeland. Hij is zo geniaal. Dat hij de moeilijkste dingen tussen neus en lippen door kan uitleggen. Ik weet niet wat u met glorie bedoelt, zei Alice tegen hem. Humpty Dumpty lachte spottend. Natuurlijk weet je dat niet. Dat weet je pas als ik het je vertel. Ik bedoelde met het woord glorie iets waar je niets tegen in kunt brengen. Maar glorie. betekent helemaal niet. Iets waar je niets tegen in kunt brengen, wierp Ellis tegen. Waarop Humpty Dumpty op minachtende toon zei, Als ik een woord gebruik, betekent het gewoon wat ik wil dat het betekent, niet meer en niet minder. Zo gaat het ook met het woord hypothese. Bijna iedereen die de term hypothese gebruikt, lijkt er wel iets anders mee te bedoelen. Richard Dawkins staat er bijvoorbeeld op, dat God als een wetenschappelijke hypothese behandeld wordt. Hij zegt: Het bestaan of niet bestaan van een scheppend opperwezen is onmiskenbaar een wetenschappelijk vraagstuk, al is die vraag praktisch gezien al of nog niet beantwoord. Kwam Jezus drie dagen na zijn kruising weer tot leven? Er zijn antwoorden op deze vragen. Of we ze nu wel of niet in de praktijk kennen. Kunnen vinden. En die antwoorden zijn strikt wetenschappelijk. Einde citaat. De historici en de theologen mogen nu dus het toneel verlaten. Sorry, heren, maar onze toneelmeester Richard Dawkins zegt het. Volgens wetenschappelijk auteur en paleontoloog Stephen J. Gould en vele andere wetenschappers bevinden alle religieuze vragen zich echter. Buiten het bereik van de wetenschap. Het gezag van de wetenschap, zo zeggen zij, beperkt zich tot het empirische domein. Waar is het universum van gemaakt? Een feit. En waarom werkt het zoals het werkt? Een theorie. Religie heeft gezag over zingevingsvragen en morele waarden. Die twee gezagsgebieden. Overlappen elkaar niet. En zij geven samen ook geen antwoord op alle vragen. Denk maar aan de kunst en de betekenis van schoonheid. Einde citaat. Het idee dat wetenschap en geloof elkaar aanvullen en gelijkwaardige beschrijvingen geven van het universum en de menselijke ervaring, is een populair idee onder christenen die dat als middel gebruiken om de echte conflicten die er zijn, Zoals het geloof in schepping of evolutie te kunnen ontwijken. Maar daarover later meer. Voor anderen, zoals ik, kan de kwestie niet in het hokje van een van deze twee tegengestelde visies gestopt worden, of in welk ander hokje ook. De godhypothese betekent dat de aanname dat God bestaat een uitgangspunt is voor vragen van elke aard. Historisch, theologisch, wetenschappelijk, esthetisch enzovoort. Elke poging om God in een hokje te stoppen, welke vorm het hokje ook heeft, zal onvermijdelijk tot conflicten en falende hypotheses leiden. Al is het alleen maar omdat velen niet eens weten wat met God bedoeld wordt. Het is als het vervangen van een driedimensionaal huis door de plannen van een architect voor een tweedimensionaal huis om vervolgens te proberen de voordeur te openen en naar binnen te gaan. Dat kan niet. Door om het even welke dimensie tussen aanhalingstekens van God te verwijderen, door hem volledig in te bedden in de materiële wereld of door hem ijverig daarbuiten te plaatsen, reduceren we de Godhypothese tot een karikatuur van God. En zo komen we weer bij ons beginpunt. De godhypothese is een fundament waarop gebouwd kan worden. Een aanname die ons tot een hele reeks van conclusies leidt die getoetst kunnen worden aan de menselijke ervaring, inclusief de wetenschappelijke waarnemingen, zonder echter beperkt te worden tot wetenschappelijke ervaringen. Misschien verrast het u dat de Bijbel precies zo begint. De openingswoorden zijn: In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1, vers 1. De eerste vijf woorden vormen de aanname dat iemand die God genoemd wordt, bestaat en dat hij echt genoeg is om het echte materiële universum te hebben geschapen. Het Hebreeuwse woord voor schip duidt op scheppen uit niets, creatio ex nihilo. Dat is nogal een aanname, ja. Het is feitelijk de godhypothese.